Yes, yes, dames en heren, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite aflevering. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje, mogen ze al heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks meer te missen over Fortnite. En je kunt ons natuurlijk supporten, als je dat zou willen, in de itemshop met de code. Te veel gevraagd. Eergisteren heb ik natuurlijk een video geüpload. De top 10 mooiste skins. En dat was natuurlijk mijn mening. En vandaag, dus 2 dagen later, gaan we het hebben over mijn top 10 lelijkste skins. En ook dit keer is het weer een mening. Op nummer 10 heb ik, zeg maar, een lelijke skin staan. En op nummer 1 vind ik dan de lelijkste skin. Dus laten we gewoon bij nummer 10 beginnen. En nummer 10, ja, beginnen we eigenlijk gelijk met een vooroordeel. Dit is namelijk de Takara. En de Takara, op dit moment dat ik de video opneem, zit nog niet in de itemshop. Wie weet vandaag wel, maar dat kan ik natuurlijk niet weten. In ieder geval de Takara, die vind ik niet heel erg mooi, alleen al aan de plaatjes zien. Ik bedoel de smink, de stijl, hoe simpel die is. Nee, dit wordt sowieso geen skin voor mij. Daarnaast wordt dit een epic skin, dus ook nog eens prijzig ook. Dus hoogstwaarschijnlijk ga ik deze niet halen. Het enige wat vet is hieraan is de backbling, maar dat is ook het enige. Maar ja, deze skin zelf, nee, vind ik absoluut niet mooi. Ze kijkt ook een beetje boos op dit plaatje. Nee, dit is gewoon niet mijn skin. Die ga ik absoluut niet halen. En daar staat op nummer 10 van lelijkste skins. En dat is natuurlijk mijn mening. Trouwens, als jij een hele andere mening hebt, laat het eventjes achter in de reacties met jouw top 3 lijstje. Laten we dan nu snel doorgaan naar nummer 9. En op nummer 9 heb ik staan de Oblivion. En nu denk je van, de Oblivion, waarom dan? Dit is toch de vrouwelijke versie van de Omega. En de Omega, die is toch best wel tof. Oké, de Omega is inderdaad best wel tof. Maar daarbij kun je dat hele panzer uitdoen. De Oblivion, daarbij kan dat volgens mij niet. En de Oblivion, ja, ik weet niet, dat vind ik gewoon te robotachtig. En die robotskins, eerlijk gezegd, ik had het hele lijstje vol kunnen gooien met robotskins. De meeste robotskins vind ik niet heel erg gaaf. Dus ja, de Oblivion, 2000 V-Bucks, want dat is een legendary variant. No way. Nee. Toen die destijds in de shop kwam, ik dacht van, nee, die ga ik never nooit halen. Omdat ik het gewoon niet een heel vette skin vind. Dus ik snap waarom mensen hem wel hebben gehaald. Ik bedoel, sommigen houden nou eenmaal van de robots. Maar ik heb er persoonlijk helemaal niks mee. Dus vandaar, nee, niks voor mij. Laten we doorgaan naar nummer 8. En op nummer 8 heb ik... Sorry voor deze. Maar het is de DJ Yonder. Namelijk de Llama DJ. En in principe heeft iedereen deze volgens mij gratis kunnen krijgen. Want dit komt uit de Battle Pass. Huppelepup die je gratis kon krijgen. Dus heel erg veel mensen hebben deze skin. Maar persoonlijk, ik heb er echt helemaal niks mee. Komt natuurlijk ook omdat dit weer een beetje een robotachtige skin is. Sterker nog, het is een... ja, het is een llama robot. Dus ja, ik weet niet. Hier heb ik gewoon weer niks mee. Daarnaast ook de kleuren die hij draagt. Die groene kleur vind ik ook niet heel erg mooi in combinatie met het goud. Nee, ik denk dat ze deze veel beter hadden kunnen maken. En trouwens, ik kom er nu achter dat dit uit Season 6 kwam. Maar ik weet niet. Ik vind deze skin eerlijk gezegd niks. Gelukkig heeft iedereen hem nog gratis gekregen. Dus in principe mag ik ook niet klagen. Laten we doorgaan naar de volgende, nummer 7. En dit is een best wel OG skin. Namelijk de Cypher. Cypher, dit vind ik een best wel lelijke skin. En misschien is dat oneerlijk, omdat dit een van de eerste skins waren, zeg maar, die uitkwamen. Dus die waren ook wat minder mooi, simpel als dat. De designers waren minder goed. Maar dan mag ik deze nog wel minder mooi vinden. Ik weet nog wel, Dr. Lupo draagt volgens mij deze best wel vaak uit mijn hoofd. En ja, dan denk ik altijd, why? Waarom zou je deze skin aandoen? Deze is toch helemaal niet mooi? Maar ja, het is natuurlijk ook weer wat. Als je deze hebt, dan ben je cool. Want ja, je hebt een OG skin. In ieder geval een best wel vette skin, moet ik zeggen. 1200 V-Bucks in de item shop is ook niet al te veel. En trouwens, zat deze er niet eergisteren in? Zat deze niet eergisteren in een itemshop? Volgens mij wel, hè? Oké, hij is niet meer OG. Nevermind. Vergeet het OG. Maar in ieder geval een lelijk skin, vind ik persoonlijk. Laten we doorgaan naar nummer 6. En dit is de Armadillo of zo. Nou, in ieder geval, jullie zien hem weer in beeld. En deze skin, hè? Ik vind deze skin zo ontiegelijk simpel. Dit heeft echt een, designer gemaakt die waarschijnlijk niet al te goed was binnen Epic Games. En ze zeiden van, oké, mag wel. Hij mag wel in de itemshop voor 800 V-Bucks. Want ja, deze kun je namelijk in de itemshop kopen. En ik vraag me af wie deze heeft gehaald, eerlijk gezegd. Want deze lijkt ook heel erg op een skin die je in de Season 5 Battle Pass kon krijgen. Dus ik snap niet waarom iemand nog deze zou halen. Maar oké, in ieder geval, ik heb er persoonlijk helemaal niks mee. Hij is trouwens wel goed in de desert, omdat je redelijke camouflage hebt. Maar dat is eigenlijk ook het enige. Oké, laten we doorgaan naar nummer 5. En deze, kan ik me herinneren, had ik ook de vorige keer toen ik zo'n video maakte, had ik erin staan. Volgens mij ook best hoog. Het is namelijk de Dynamo. De Dynamo, die vind ik echt zo ugly. Ik weet het, het is een tryhard skin. En tryhards gebruiken hem en dat is geweldig. Whoop-de-doo. Nou, in ieder geval deze skin kost 1200 V-Bucks in de item shop.
is nog redelijk vaak te halen. En ik vraag me af wie deze haalt. Oké, tryhards. Tryhards halen deze inderdaad. Want het is echt zo. Enkel en alleen tryhards spelen met deze skin. Er is gewoon niemand anders die met deze skin speelt. Dus ja, ik weet niet. Ik heb hier helemaal niks mee. Eerlijk gezegd. Ik hou van WWE. Ik vind de mannelijke versie beter omdat hij op Rey Mysterio lijkt. Maar de vrouwelijke versie, nee. Vind ik jammer genoeg niet mooi. En meestal is het andersom. Meestal vind ik de vrouwelijke character mooier dan de mannelijke. Maar dit keer is het gewoon niet zo. Jammer, jammer, jammer. Dynamo. Laten we doorgaan naar de volgende. Dit is nummer 4. En dit is Dalil Whip. En ik moet zeggen, dit vind ik wel een heel grappige skin. Maar hij is zo lelijk. Ik bedoel, dit figuur staat helemaal nergens op. Het is eigenlijk het figuur, zeg maar, voor de helft van een ijsje. En voor de helft hebben ze nog geprobeerd om een beetje normaal te krijgen. Zodat hij niet overal gehit kan worden. Deze vind ik dus echt heel erg lelijk. Eerlijk gezegd. Ik vind hem een beetje een raar figuur hebben. Maar ik moet zeggen, de kleuren vind ik wel weer mooi. Maar het figuur maakt het gewoon dat deze skin op nummer 4 terechtkomt. Dat vind ik gewoon echt te lelijk aan deze skin. Ze moeten hem echt eventjes ietsje anders maken, vind ik. Laten we doorgaan naar nummer 3. En op nummer 3, mensen, heb ik een interessante staan. Namelijk, als jij in season 8 tier 100 had behaald, kreeg je de luxe skin. En iedereen was ervan, are you serious? Is dit de tier 100 skin? En ja hoor, het was inderdaad de tier 100 skin. We hoopten nog dat hij met het laatste slot upgradable was naar een super vette skin. Maar het lijkt erop dat dat niet meer gaat gebeuren. De Lux skin kun je wel heel erg veel aanpassen. Maar het maakt het er niet echt mooier op. Want dit is gewoon, ja, vinden ook veel anderen, vinden gewoon een lelijke skin. Een heel simpele skin. En dat voor een tier 100, hè. Ik bedoel, hier betaal je gewoon 10 euro voor de Battle Pass. Moet je heel erg veel werk voor verrichten om tier 100 te krijgen. En dan krijg je die ugly ass skin. Sommigen die hebben er zelfs meer dan 100 euro voor betaald. dat was ik ook. Maar ja, dat vind ik eigenlijk wel zonde, de Lux skin. Het was een beetje tegenvaller. In het begin vond ik hem wel vet, maar daarna niet meer. Ik weet niet. Weet je, je mening verandert als je een skin vaker ziet. En de Lux skin, op dit moment, een van de lelijkste skins in de game, vind ik persoonlijk. En al helemaal omdat het een tier 100 skin is. Holy damn. Oké, laten we doorgaan naar mijn nummer 2. En de nummer 2, deze... Ja, het is de Slushy Soldier. Het is de Slushy Soldier. Maar dat komt omdat ik deze gewoon niet mag. Ik mag deze skin niet. Als ik deze zie, dan wil ik hem gewoon killen. Het gezicht... nu ga ik weer reetje. Echt waar, dat gezicht, ik kan het niet handelen. Als ik gewoon naar dat gezicht kijk, dan moet ik deze skin gewoon killen. En het is misschien niet eens zo dat de skin het lelijkste is. Dus eigenlijk is dit er niet eens een verdiende tweede plek. Maar ik mag deze skin gewoon niet. Dus vandaar heb ik hem eigenlijk op nummer 2 gezet. Dat is eigenlijk de reden. Ik heb hem wel, maar... Of heb ik hem niet? Ik weet het niet. Heb ik hem? Ja, ik heb hem wel. Maar in ieder geval, nee. Deze vind ik echt irritant, deze skin. Als iemand deze draagt, dan weet ik gewoon dat ik erdoor gekild word waarschijnlijk. En dat hij beter is en daar kan ik niet tegen. Dus daarom haat ik gewoon deze skin. Simple as that. Niet meer uitleg nodig. Laten we doorgaan naar nummer 1. En op nummer 1, mensen... heb ik staan de Bandy. En ik denk dat iedereen het hiermee eens is. Dit is de lelijkste skin in Fortnite. De Bandy. Als je het hiermee eens bent, druk dan eventjes op het duimpje omhoog. Dan weet ik dat. Deze skin, toen ze hem aankondigden, ik dacht, are you serious? Gaan ze dit serieus doen? Ik dacht misschien ook van, hey, misschien kun je lek geschoten worden of zo. Maar nee, dat kan ook niet. Nee. Het is gewoon een heel lelijke skin. Komt voornamelijk ook een beetje door het hoofd natuurlijk, die een bepaalde vorm heeft. En eigenlijk letterlijk alles aan deze skin. Ja, ik kijk naar dingen zo van, misschien dit niet. Maar ja, letterlijk alles, zelfs de vingers, zelfs gewoon alles is gewoon lelijk aan deze skin. Het is echt ongelooflijk. Ze hebben echt goed werk verricht om dit de lelijkste skin van de game te krijgen. En het is gewoon gelukt. Dus gefeliciteerd, Fortnite. Echt waar, goed gedaan. Nou mensen, dit was mijn top 10. Sorry dat ik zo mad werd. En sorry dat jouw skin er misschien tussen zit, die jij wel heel erg vet vindt. Maar ben je het er niet mee eens? Wees niet boos. Laat gewoon eventjes jouw top 3 lelijkste skins achter in de reacties, moet ik zeggen. En ja, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig daarna. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog als je deze video wel heel erg tof vond. Zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks meer te missen over Fortnite. En als je zou willen, kun je natuurlijk ons supporten in de itemshop met de code. Te veel gevraagd. Mensen, geniet nog eventjes van de video's hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.